Ja. Nou, we gaan even naar de reclame. Zit je weer op je app? Nou, ik probeer hem nog één keer te doen, maar ze hebben hem nu overdwars gemaakt. Je kan hem ook gewoon nog een keer zingen, hè? Kijk, hij doet het nu wel. Eindelijk. We nodigen jou nooit meer uit als je dit soort gekke dingen gaat zeggen. Nee, kijk, het is wel leuk. De jongens van de merchandise hebben dat allemaal gemaakt. Dus daar heb ik het nog even voor gedaan. Dus je richt hem op en dan doet hij. Dat is grappig, toch? Of niet? Hartstikke en die leuk. Merchandise... Ik vind de zelfpromotie van jou stuitend. Ja, dat en weet zeker ik ook, maar... niet grappig. Nee, maar de promotie van dingen waar wij zo nu dan ook nog wat aan verdienen... Hij gaat gewoon door. Ja. Nee, kijk, die ochtendjassen, daar krijgen we nog een patiënt ervoor. Maar zoals jij je eigen liedje zit te pushen... Ik vind het echt niet kunnen. Nee? Nee. Wacht even, dus jij was die man die vorige week tegen mij zei... dat ik het hier moest zingen, en nu kan dat niet meer. Nee, ik heb gezegd, je moet het niet ergens anders zingen. Je moet het bij ons zingen. Ja. Maar vervolgens hebben er 3 volledige uitzendingen... in het teken van het liedje gestaan. En volledige. Nu begin je er weer over te zeiken. Ik doe dat voor de jongens van de merchandise. Ja, maar schijt aan de jongens van de merchandise. Wat nou? Die jongens die doen al die dingen voor ons. Dan kun je toch ook nog iets terug doen? Dat hoort niet in dit programma. Dan moeten we ermee stoppen. Dan moeten we ook geen badjassen en dat soort dingen mee doen. Nee, je moet daarmee stoppen. Nee, al die dingen leveren zij aan. Dan moeten we toch ook netjes voor de jongens wat terug doen. Ah, joh, jij verbergt je nou achter de merchandising. Kom op. Je bent alleen maar met jezelf bezig. Ik heb dit toch niet verzonnen? Ik heb het toch niet verzonnen? Nee. Ongetwijfeld zul jij het niet verzonnen hebben. Nee, heb ik dit niet verzonnen inderdaad, nee. Nee, maar dan stoppen we lekker met die merchandise, toch? Prima. Nee, met die merchandise moet je stoppen. Dat, ja, wat maakt het nou uit? Die jongens maken dat, dan help je dat. Je bent alleen maar helemaal geil op je eigen liedje, dat kutliedje. Ja, dus... nu is het een kutliedje. Ja, zou jij het leuk vinden om dat bij ons te komen zingen, een keertje? Bij de Oranje Zondag. Nou ja, jullie stoppen er toch mee, of niet? Ja, wij stoppen ermee, dat is waar. Ja. Je hebt zondag toen, hoor. Ja, zondag is de laatste. Maar we gaan met de Oranje Winter, kan je ook komen. Maar de Oranje Zondag, wie heb je zondag dan? Sosja Duiske. Wie? Sosja. Alle reden dus om te gaan kijken. Sosja Duiske. Ja, die is van de NPO. Hele leuke meid. Maar kan die zingen? Die kan ook zingen. Ook dat. Maar ze zingt niet. Ze komt... wie komt? Het goede doel komt. Waar is die de nooduitgang? Met Henk? Ja. Oh, dat is wel leuk. Dat is hartstikke leuk. Ja. Dan kom jij in de Oranje Winter. Wat is de Oranje Winter eigenlijk? Ja, dat is een voortvloeisel van die Oranje Zondag. Jullie hebben vakantie, moest ik ook. Je mag hem van mij helemaal hebben. Goed idee. Ja. Neem je merchandise lekker mee. Lekker alles meenemen inderdaad. Lijkt me een goed idee. Oké, tot zo na de reclame. Dag. Laatste genoeg van deze uitzending van de Vandaag in Zeit. Het weekend komt eraan, dat is maar goed ook, of niet, Johan? Toch, hè? Lekker, wat zeg je? Even het weekend in, lekker even toch? Even 2 dagen geen genee. Ja, heerlijk, ja. Dat is wederzijds. Ik moet wel zeggen, Victor Vlam, de altijd scherpe mediadeskundige... had het ook gelijk in de gaten dat er wat aan de hand was. Kijk, dat was best een felle discussie bij Vandaag in Zeit. Als Helene niet had ingegrepen, had dit best wel eens uit de hand kunnen lopen. Hey. Ja, dat denk Kijk, ik ook. Kijk, dat zijn analyses. Ja? Victor heeft er een neusje voor, ja. Wij zijn al zo ver dat we het helemaal niet meer door hebben. Nee. Dus jullie gaan tegen elkaar beginnen. En ik denk, god, ik ga lekker een stukje kaas pakken. Ja. En dan kijken we wel hoe het duurt. Ja, maar ja. René, jij weet toch dat allemaal gespeeld is? Ja, lekker ga, joh. Ik ben trouwens 30 mokken nu besteld door Lekker. Zie je? Ja, dus, gaat lekker, hoor. Alleen het percentage voor jou... Ik hoef geen royalties. Jij hoeft geen royalties. Maar die krijg ik dan wel ook. Ja, die krijg jij dan, Helen. Jij krijgt de royalties over de dingen. Maar ik kan misschien nog een primeurtje geven. Helen gaat ook zingen. Ja. Ja, bij John de Bever. Ja. Bij John de Bever. Maar mag het nu wel weer dan? Nee, wij worden uit de show geknipt. Jullie worden uit de show geknipt? Het wordt niet uitgezonden op tv. Want het wordt door RTL uitgezonden. Dat mag goed ook.